Yo gasten, welkom op een nieuwe commentary van Belgium All-Stars. Het is Lawi terug met een nieuwe commentary. Jawel, jullie horen het goed. Lawi is back. Het is een tijdje geleden dat ik nog een commentary heb gemaakt, dus moest deze iets of wat minder zijn, dan laat dat gewoon weten in de commentsectie wat ik moet verbeteren en dan zal ik dat tegen volgende keer doen. Maar momenteel moet ik gewoon nog in mijn commentary ritme komen en volgens mij komt dat allemaal wel goed. Ik ging vandaag praten over de update die er onlangs is geweest voor Call of Duty Ghosts. Maar ik zal misschien eerst wat vertellen over de gameplay. De gameplay is van Rashtar. Hij speelde hier Domination op de map Tremor met een AK Silenced. Hij speelt hier ook met de support Killstreaks, zoals jullie kunnen zien. En hij haalt hier een Chemstrike. Maar goed, dan zullen we overgaan naar ons onderwerp. Ik wil ook dat jullie vandaag jullie mening geven in de comment sectie onder de video. Zodat ik weet dat ik niet de enige ben met deze mening. Maar dan ga ik beginnen aan mijn betoog. Ah, betoog is nogal een groot woord. Maar de League Play is een wannabe League Play. Wel, als je de League Play vergelijkt met Ghosts op Black Ops 2, dan is dat nog niet eens de helft. Bij Black Ops 2 kon je niet joinen in-game. Het eerste matchje dat ik startte bij Ghosts League Play, ik joinde in de game. Ik stond 80 punten achter. Ik had maar één teammate. Fuck you. Bye bye win-loss ratio. Tweede matchje. Same shit all over again. Dat was echt niet fijn. Dus daarom vind ik League Play al niet de moeite om te spelen. Gewoon omdat je in-game wordt gedropt. En dat je eigenlijk hopeloos achterstaat. En je kan al niks beginnen tegen de tegenstanders. Het tweede nadeel is. Dat er geen ranking system is. Dus er is geen niveauverschil tussen de spelers die erop spelen. Dus je krijgt misschien de meest noobie spelers in je team. Wat niet aangenaam is voor u, maar je krijgt misschien soms ook de meest pro-spelers tegen u. En dat is ook niet aangenaam. Dus, zou dat toch echt wel een ranking moeten erin zetten om, ja, ik weet niet, het niveauverschil toch wel in te delen. Want als je als, ja, iets slechter speler constant tegen die pro's moet liggen kassen of zo, dat is echt niet aangenaam. Je leert er misschien wel heel veel van bij, maar dat ga je niet heel een avond willen doen, want je wilt ook wel eens winnen. Nog een slecht puntje is eigenlijk dat de ruleset, die e-sport ruleset, die wordt niet meteen geüpdate met de MLG ruleset of met de GB ruleset. Dus ik had altijd achterlopen. Nu kun je op de League Play op Ghost nog ghillie suits gebruiken, danger close, je kunt nog spectaten in third person en van die shit. En dat mag allemaal niet meer van MLG ruleset of GB ruleset. Dus daar heeft Infinity War toch echt wel een kans te laten liggen. Er was ook nog een vierde nadeel, en dat is dat je zoveel kunt ragequitten als je wilt. Op Black Ops 2, als je drie keer had geragequit, dan kreeg je een straf van 5 minuten of zo. En hier kun je gewoon blijven ragequitten. En daardoor worden er ook mensen in-game gedropt en ja, heel hun stads gaan naar de kloten. Door die mensen dat ragequitten. Dus, dat is echt niet aangenaam, die nieuwe League Play om te spelen. Dat is toch wel mijn mening. Maar goed, de update had nog meer dingen dan die League Play alleen. Dead Silence is helemaal Dead Silence. Is helemaal dood silent. Hoe dat je het ook moet zeggen. Je hoort niks niet meer als je die perk opzet. Je kan de bom defusen, je kan de bom planten zonder gehoord te worden. Voetstappen zijn volledig silent nu. Je kan over de map sliden zonder gehoord te worden. En dat vind ik toch wel spijtig. Ik denk dat de meesten van jullie ook geïnvesteerd hebben in redelijke dure headset. Zoals een Astro, een Triton... Een Turtle Beach, ik weet niet wat, maar je kunt nu gewoon kassen met je tv-geluid, je kunt je headset gewoon terug uit het raam kipperen, want je zet er toch niks meer mee. En dat vind ik toch wel spijtig. Ze hadden toch wel een paar dingen niet volledig silent moeten maken. Misschien iets stiller, want je hoort echt wel de mensen across the map, ook al hadden ze dit silence. Ze hadden dat gewoon iets of wat moeten nerven. Een goed punt aan de update is dat Amplify generfd is ook. Amplify mag niet in competitief, maar in pubs werd het echt te veel gebruikt. Je kon echt mensen kapot sound horen. En ja, op den duur speelde meer op het geluid dan op je, dan dat je, ja, gewoon gaat zoeken achter mensen op je scherm of zo. En dat was ook wel een beetje spijtig. Dat was ook mijn probleem eigenlijk toen ik overstapte van pubs naar competitief. Ik heb nog niet de overstap gemaakt. Ik probeerde de overstap te maken. En wanneer dat de HDCP van PlayStation 4 eigenlijk weg is, ga ik een nieuwe serie beginnen. En dat is eigenlijk van Pubstar to GB. I don't know. GB Star is misschien wat te hoog. Ik reep hem, maar daarin leg ik uit wat mijn problemen waren om, ja, over te stappen naar competitief.
en hoe dat ik dat heb aangepakt en wat ik eigenlijk belangrijk vind als je dat doet. En dat zou eigenlijk mijn nieuwe serie zijn. Dus moesten jullie geïnteresseerd zijn in de serie, laat dan ook zeker na in de comment sectie. Maar ik weet niet meer waarover dat ik aan het praten was, maar dat was Amplify, denk ik. Dat is goed dat dat genervd is, want ja, je sound hoorde echt te veel in pubs. Dus dat was wel een goed punt aan de update. Ik wou eigenlijk nog een serie uitbrengen van de PlayStation 4. En dat was dat ik een paar games ging reviewen. Ik ga proberen zoveel mogelijk games aan te schaffen voor PlayStation 4. En ik zal deze dan reviewen op basis van graphics, multiplayer, singleplayer, de verhaallijn, de gamestijl. En dan ga ik daar zo een overzichtje van geven, zodat jullie kunnen zien of het een goede game is of niet. Maar goed, de gameplay is gedaan, dus mannen, bedankt voor deze om naar deze commentary te zien. En tot de volgende, ciao. Let me see you put 'em up, reach the sky, touch the stars up above, 'cause it's one time for the underdog.